Welkom bij de 5e aflevering van het verhaal van Nederlands-Indië van Museum Brombeek. In deze aflevering sluiten we de VOC-periode af met de persoon die hem heeft vormgegeven. Als je meer wil weten over deze periode, dan verwijs ik je naar de vorige 4 afleveringen. Je hoeft alleen even op het schoolbord te klikken en dan word je naar de desbetreffende aflevering toegebracht. Nu gaan we het echter hebben over een persoon. En wie is die persoon? Die persoon is Jan Pieterszoon Koen. Een persoon die vrij controversieel is in onze Nederlandse geschiedenis. Maar voordat we op deze controverse ingaan, eerst even wat minder controversiële informatie. Hij werd in Nederland geboren in 1587 in Hoorn als zoon van een koopman. Op 13-jarige leeftijd ging hij naar Italië om te leren over boekhouden. In Italië waren ze daar erg goed in. Na zijn lessen over boekhouden in Italië kwam hij terug in Nederland en in 1607 ging hij voor het eerst naar Indië in dienst van de VOC. Hij maakte snel carrière en in 1618 werd hij benoemd tot gouverneur-generaal. De gouverneur-generaal was de belangrijkste en hoogste bestuurder in Indië. Als gouverneur-generaal kan hij worden gezien als grondlegger van de kolonie Nederlands-Indië. Er waren wel eerder gouverneur-generaals geweest en Nederlanders waren al langer aanwezig in Indië, maar hij was degene die de macht van de VOC flink uitbreidde. Hij wist bijvoorbeeld veel specerijen monopolies af te dwingen, door meer verdragen te sluiten. Hij breidde ook de handel in Azië uit om aan specerijen te komen. En als de andere twee niet lukten, dan gebruikte hij geweld. En het is ook dit laatste aspect van zijn leven dat voor controverse zorgt. Hij heeft meerdere oorlogen uitgevochten tegen lokale koninkrijken en groepen en hij had ook regelmatig een conflict met de Engelsen en Portugezen. Hij ging zelfs zo ver dat de Republiek en de Engelsen vrede konden hebben gesloten en hij vrolijk doorging met het aanvallen van Engelse schepen in Azië. Het geweld van de Banda-eilanden uit de vorige aflevering is onder zijn bewind uitgevoerd. Dat het geweld zelfs voor zijn tijd ver ging, weten we omdat de Heeren 17 heeft aangegeven dat men vond dat Jan Pieterszoon Koen minder geweld moest gebruiken. De Heeren 17 waren echter wel een beetje tegenstrijdig bezig, want na zijn eerste termijn als gouverneur-generaal hebben ze hem gewoon beloond voor zijn diensten en een aantal jaar later benoemden ze hem voor een tweede termijn als gouverneur-generaal. Dus het geweld was ook weer niet zo erg. Als het geld maar binnenstroomde, dan was het goed. En dat deed het. Tot ongeveer de 20e eeuw is dit laatste aspect van Jan Pieterszoon Koens leven nauwelijks verteld of op een hele positieve manier verteld. Men benadrukte vooral het feit dat hij de grondlegger was van de kolonie Nederlands-Indië en het feit dat hij de stichter was van de hoofdstad Batavia, die nu Jakarta heet en nog steeds de hoofdstad is, maar dan van Indonesië. In de 20e eeuw werd echter ook steeds meer de negatieve kant van Jan Pieterszoon Koen benadrukt. Het grondleggen voor de kolonie Nederlands-Indië was toch ook gedaan met het gebruik van heel veel geweld. Batavia bijvoorbeeld was gebouwd op een door hem vernietigde en afgebrande stad in 1619. Dat we nu bijna 400 jaar na zijn dood in 1629 nog steeds een discussie hebben over Jan Pieterszoon Koen, zeggen wat over de persoon. We kunnen niet ontkennen dat hij een belangrijke rol gespeeld heeft in de Nederlands en Nederlands-Indië geschiedenis. Maar we moeten ons ook bewust zijn van het feit dat die rol is gebouwd op veel oorlog en geweld. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de eerste periode uit het verhaal van Nederlands-Indië, waarin dus de VOC centraal stond. In het volgende hoofdstuk zal het cultuurstelsel centraal staan. En in de volgende aflevering zullen we het daarom ook hebben over waarom we het cultuurstelsel invoeren en wat het cultuurstelsel eigenlijk is. Dus hopelijk tot volgende week.